Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik een kerstkaartje gaan maken met de cutting dies van het merk Avec. Deze komen bij de Action vandaan en hiermee kun je dus hele leuke kerstkaartjes gaan maken. Ik vind het best wel spannend. Ik heb dit zelf ook nog niet geprobeerd, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Maar in deze video leek het me leuk om samen te gaan kijken of het een beetje te doen is. Dus mocht je benieuwd zijn of ik hier een leuk kaartje mee kan gaan creëren, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb zelf 3 setjes. Ik had eigenlijk later nog wat andere leuke gezien die ik heel graag wilde hebben. Maar die hadden ze al niet meer. Het ging echt heel snel met de uitverkoop. Dus dat is dan een beetje jammer. Maar dat zijn dus dingen waarvan je dan later denkt, oké, dat kun je dus beter meteen kopen als je dit ziet. Ik heb allereerst deze. Deze is met pingwings. En daar hebben ze zo'n kaartje mee gemaakt. En ik wil ook eigenlijk deze gaan proberen. Want die vind ik er ook wel heel erg leuk uitzien. En ook wel echt bij de kerst passen. Omdat ze ook inderdaad een kerstmutsje dragen. En een kerstboompje erbij en dat soort dingen. Ook heb ik deze. Die is ook heel leuk. Dat is een chocoladehuisje. Dus die vind ik ook wel heel erg leuk. Maar die ga ik later gewoon zelf nog eens maken. En deze. En dit zijn gewoon allemaal kersthuisjes. Dus dat ziet er allemaal wel heel erg leuk uit. Ik ga de opzet zo meteen even op tafel neerzetten en dan ga ik jullie meenemen. Ik geloof dat je €2,99 voor zo'n setje betaalde. Ze hadden echt best wel veel leuke verschillen. Maar het is voor mij wel een leer voor eventueel de volgende keer als ik zoiets zie. En ik denk, goh, ik zou eigenlijk nog meer willen hebben dat ik ze beter meteen kan kopen. Want anders dan grijp je gewoon mis. Maar goed, dat zijn dus de cutting dies die ik heb. Ik ga jullie nu in ieder geval gewoon meenemen. Dan gaan we eens kijken of dat ik hier een leuk kaartje mee kan maken, ja of nee. Oké, ik heb hier allerlei spullen staan. Het belangrijkste wat je hierbij nodig hebt is deze machine. Dit is de Love to Craft machine. Wordt nog steeds verkocht bij de Action. Inmiddels ziet hij er iets anders uit. Maar die heb je dus nodig om deze cutting dies te kunnen gaan gebruiken. Nou vind ik het heel erg leuk. Hun hebben op de achtergrond een blauw kaartje gebruikt. Die heb ik zelf niet. Helaas. Maar ik vind het wel leuk om dan van een blauw kartonnetje daar iets leuks op te gaan maken. Want ik heb dus wel embossingfolders van de kerst. En dan leek het me wel leuk om deze te gaan gebruiken. Want hier zitten dus allemaal kleine cadeautjes in. Ik heb hier een kaartje. Ik ga dan voor een bruin kaartje. Ik zal er even eentje uithalen. Heel stevig karton zijn dit. Dan moet ik alleen even uitmeten. Ik wil hem eigenlijk wel een licht papiertje. Ik heb hier een lichtblauw kartonnetje. En dan moet ik die eigenlijk eventjes gaan uitmeten, zodat die precies gaat passen. Ik heb hem even bijgeknipt en zo ziet hij er dan uit. Dan ga ik hem in een folder leggen. Dus dan ga ik hem zeg maar in dit foldertje leggen. Dit is ook zo'n craft embossing folder ook van de kerst. Die heb ik al een aantal jaar geleden gekocht. Daar leg ik hem dan in en dan drukt hij er cadeautjes in. Dat vind ik dan wel leuk als achtergrond. Ik heb ook nog andere, daar staat echt Merry Christmas op. Maar dat vind ik voor nu niet zo heel erg handig. Die leg ik er dan gewoon in. Dan pak ik ook eventjes wat hier wel een tray is. Kijk, ik heb ook bijvoorbeeld deze embossing folder voor de kerst. Maar die vind ik bij dit kaartje dan een beetje opvallend. Omdat er echt Merry Christmas op staat. Maar die is ook wel heel erg leuk. Dan pak ik eventjes het setje erbij dat we nodig hebben. Want ik heb natuurlijk de glasplaten nodig. Plakken ga ik in zijn geheel doen, want ik ga niet alles nu eerst opplakken. Ik ga eerst maar zorgen dat alles een beetje uitgesneden wordt. Ik moet altijd wel even kijken welke ik dan precies nodig heb. Die moet er sowieso in. Volgens mij kon het ook wel alleen met deze twee. Zo. Die gaat hem dus niet pakken. Ik heb toch de C nodig. Dat is die. En die leggen we er dan zo tussen. Die gaat dan even. Nee, dat gaat ook niet.
Goh, goede voorbereiding dit. Dan moet ik toch de B platen hebben. Ja, nu voel ik hem wel gaan, maar hij gaat altijd heel zwaar. Wat op zich heel logisch is. Zo. En als je hem er dan uithaalt, dan heb je dus nu een achtergrondje met hele leuke cadeautjes erin. Hij heeft alleen de onderkant niet meegepakt. Die ga ik dan ook nog eventjes een keertje pakken. Maar dan leg ik hem er gewoon echt gewoon zo in. Want anders krijg je dubbel. Ik vind het dan ook wel mooi als hij hem helemaal pakt natuurlijk. Zo, nu hoeft hij maar een heel klein stukje omdat het alleen de onderkant is. En nu heeft hij ook het onderkantje meegepakt. Kijk, die hebben nu ook cadeautjes. Dus dan hebben we die klaar. Het probleem is alleen, wat ik wel heb gezien, is dat ik niet alle kleurtjes heb. Dus ik moet een beetje gaan improviseren. Ik heb de A, C en B plaat nodig. En ik ga het er gewoon even uithalen. Zo. Ja. Oké. Haal ze er gewoon even. Oh, ik moet ze ook nog even loshalen, zie ik. Ze zitten goed vastgeplakt. Dan moet je ze dus eventjes los gaan halen. Moet dit er ook uit? Nee. Oké, dan hebben we die. Dit wordt wit. Ik ga even het achterkantje erbij pakken. Dat maakt het net iets makkelijker. Ik heb alleen hier allemaal katten lopen, wat niet heel geweldig is. Dan zie ik hier bijvoorbeeld. Nou ja, deze is ook heel leuk. Dat is een pijltje. Ik wil even zorgen dat alles eraf is. Dat is het pijltje voor het dak. Dit is, even kijken, waar staan die pinguïn? Ja, soms hebben ze zelf gewoon nog iets gedaan hoor, wat ook wel heel leuk is. Maar dan vraag ik me ook af, waar is deze dan voor? Moet hij hier nog weer omheen dan zo? Dat denk ik, ja, dat weet ik wel zeker. Ja, ik zie het al. Kijk hoor. Kijk, ze hebben deze. Volgens mij moet deze ook los. Het is een bloemetje, maar ja. Ze hebben deze dus gewoon een ander achtergrondkleurtje gegeven. Die hebben ze dus blauw gemaakt. Dan zou ik die ook wel blauw kunnen maken. Dat maakt niet uit. Dat zou wel kunnen. Kijk, die kan ik alvast wel gaan uitdraaien. Die hebben we niet nodig. De C-plaat wel. Het is altijd een beetje jammer, want daar krijg je er dus maar eentje van. Oké, die leg ik dan zo hierop. Dan leg ik deze daar weer op. En daar gaat deze plaat overheen. En dan kunnen we hem uitsnijden. En dan voel je hem, zeg maar, gaan. Alleen ik vind het altijd jammer dat je dan zo'n afdruk erin hebt. Maar dan hebben we deze al uitgedrukt. En daar moet je dus met een wit randje dan overheen. Ik heb dus gezien wel dat hun wat kleuren gebruiken die ik niet allemaal heb. Dus ik denk dat ik een beetje moet gaan. Ik zet hem wel even zo hier neer. Dan kan ik goed meekijken. Ik moet denk ik af en toe een beetje gaan improviseren. Dat denk ik dat dat een goed idee is. Even kijken hoor. Ga ik eerst gewoon even kijken wat dingetjes die rood moeten. Ik heb hier bijvoorbeeld een Um,
Ik heb hier nog iets wat blauw moet, zie ik nu. Dit is bijvoorbeeld bruin. Ja, dat heb ik dus niet. Zou dit dan het pingwingetje zijn? En dan dit het omhulseltje, denk ik. Goh, het is nog best wel even goed uitmeten hoor. Want... oh ja. Ja, want die heeft een briefje vast. Oké. Oh ja. Ja, ja, ja. Hé? Hoe moet jij dan? Oeh. Nou, ik moet wel even goed kijken, zie ik al. Dat is een beetje lastig. Ik zie hier bijvoorbeeld ook nog een heel klein... dingetje. Wat is dit dan weer? Kerstmutsje heb ik hier. Oh ja. Een briefje. Wat is dit dan? Zo, dat valt nog niet mee, jongens. Ja, ik heb hier de kerstmuts. We plakken hem alleen net anders op, want anders past hij natuurlijk helemaal niet op dat hoofdje zo. Oh ja, dan is dit natuurlijk zo die rand. Dit kan niet van elkaar af. Ik ga denk ik eerst maar eens eventjes kijken wat ik wit moet maken. Ik ga het even bij elkaar uitzoeken, dat is makkelijker. Oké, ik heb even het een en het ander een beetje bij elkaar gelegd. Maar ik moet zeggen, het is best wel moeilijk. Maar ik heb hier wel dingen die moeten wit worden. Dus die ga ik gewoon allemaal gelijk zo op de plaat leggen. In de hoop dat ik het ook in één keer kan uitstansen. Maar het kan zijn dat het een beetje lastig wordt. Ja, en ik heb dus gewoon... sommige dingen heb ik niet qua kleur. Dat heb ik al gezien. Ik zie bijvoorbeeld hier ook snuitjes. Nou, die zie ik gewoon niet. Ja, zijn dat deze? Nee, dat zijn voetjes. Ik kom er niet met alles uit wat het is. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. En deze moet ook wit. En deze ook, denk ik. Oké, dan heb ik dat. Nou, oké. Dan ga ik deze er weer opleggen. Maar ik moet zeggen, het is best wel... Het valt niet mee, kan ik je vertellen. Het is moeilijker dan gedacht. En dit vind ik altijd heel eng, want je hoort hem dus nu echt zo snijden. Omdat ik er nu best wel veel in heb zitten. Nee, dit werkt dus niet. Ik moet even een stuk van het papier afknippen. Zie, nou heeft hij er al wel eentje, heeft hij er al wel gepakt. Dus die kan er al tussenuit. Oké. Nu gaat hij gelijk een stuk makkelijker. Dan hoop je ook natuurlijk gelijk dat hij alles heeft uitgestanst. Dat denk ik haast wel als ik het zo bekijk. Zo. Dan leg ik alles zo hier neer, want dan kan ik het straks gewoon in één keer eruit halen. Zo. Die klopt niet. Oh. Nou, dan weet ik niet wat ik daarmee aan moet. Oh, ik denk dat ik het al weet. Ja, nee, ik weet het al. Geen probleem. Dat. Dan heb ik ook een aantal dingen die moeten rood worden. Even kijken waar mijn rode papiertjes zijn. Had ik wel rood? Ja, tuurlijk heb ik rood. Ik wil zeggen, anders klopt er iets niet. Maar ik heb ook een aantal dingen die kan ik dus gewoon niet doen. Want die heb ik gewoon weg niet. En ik zie ook niet met alles hoe ik het precies voor elkaar moet gaan boksen. Dus die.
Had ik maar twee dingetjes die rood moesten. Ja, blijkbaar. Oké. Nou. Weet je, het handige is, je kunt je papiertjes later altijd nog wel weer voor wat glad gebruiken of zo. Maar het is moeilijker dan gedacht. Ik dacht dat ik dit wel makkelijker vond, maar ik vind het nog best lastig. Dat is dan alweer rood. Kijk, nu zie ik eigenlijk ook dat hij iets met groen heeft bij dat kerstmutsje. Maar ik zie gewoon niet, ik zie de onderdeeltjes daar gewoon niet voor. Ik ben trouwens nog iets roods vergeten, want het sjaaltje moest ook nog rood, zie ik. Komt natuurlijk wel heel precies. En het dan straks nog in elkaar zetten wordt ook nog een dingetje, denk ik. Kijk, zoals bruin heb ik niet. Dus ik denk dat ik die dingetjes maar gewoon zwart maak. Want ik heb gewoon geen bruin papier. Ik weet ook niet hoe ik daaraan zou moeten komen, heel eerlijk gezegd. Ja, dat moet je dan net een keer tegenkomen. Dan heb ik wel een heel groot boek met zwarte bladen. Dus ik ga daar gewoon even een halfje uithalen. Dan kan ik dat zwart in ieder geval ook doen. Ja, dan denk ik gewoon... Ja. Ik kan natuurlijk ook altijd nog iets met... groen doen. Ik maak gewoon sommige dingetjes denk ik even groen. De kerstboom die moet nog. En dan de pijl maak ik maar groen. Zo. En dan ga ik soms maar even met mijn zwarte papier. Ik draai ze wel steeds een beetje om die platen. Want anders dan... Kijk, we hebben hier bijvoorbeeld ook nog heel leuk balletjes en zo in die boom gehangen. Maar ik zie dat gewoon allemaal niet. Ik zie ook gewoon dingen waarvan ik denk, ja, waar moet ik het voor gebruiken? Ik zie gewoon niet waar ik het voor gebruiken moet. Nou ja, dan doe ik dat maar op de tast. Die wil ik zwart maken. Deze moet zwart worden. Hé, maar die moet ook een zwart lijfje hebben. Heb ik dit dan? Dan heb ik er eentje denk ik verkeerd gedaan, die niet wit had gemoeten. Ja, zie deze denk ik. Deze had zwart gemoet. Ik zag nu net dat ik toch wel bruin papier had. Het is wel iets anders bruin als wat ik normaal heb. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Je hoort hem dan heel erg kraken. En dan schrik je eigenlijk heel erg. Want je denkt, oh jee. Maar dat is dus heel normaal. Zo. Kijk. Dat is dan ook weer goed. Nou moet ik nog even iets met oranje doen. Hebben we ook oranje? Had ik altijd wel. Waarom heb ik nu dan geen oranje? Wat is dit nou weer? Waarom zit hier geen oranje in? Hier zit wel oranje in, toch? Ja. Want dat moeten de snaveltjes worden. Maar, nou heb ik de voetjes nog niet. Waar zijn nou die voetjes, joh? Zijn het voetjes? Het kan ook wel voetjes zijn, maar ik zie die snaveltjes niet. Ja. Nou, dan gebruik ik dat pijltje toch gewoon als... Ja, doe ik dat pijltje gewoon als... voetje. Dat kan ook. Deze moet dan even twee keer doen. Het is wel een bende zo. Maar ja, het moet natuurlijk gewoon nog in elkaar gezet worden. En dat is vaak het leuke eraan. Ik hoop dat hij pakt. Yes. Oh, de voetjes ook. En die moeten dan nog een keertje. Leg ze er gewoon nog een keertje op. Dat is ook altijd een nadeel. Alles blijft er zo in hangen. Dan krijg je er amper uit, zeg maar. Nou, die is eruit. Dan hoop ik dat hij die voetjes gewoon nog een keertje pakt. Als ik ze er nog een keertje op leg. Maar dat is even de vraag. En dan hoeven we alleen nog wat dingen met bruin uit te drukken. En dan kunnen we het in elkaar gaan zetten.
Ja, er zijn dus een paar dingen die ik over heb, waarvan ik ook niet weet wat ik ermee moet. Heel eerlijk gezegd. Voetje, hier zit nog een voetje. Dan zie ik toch dat ik een paar voetjes kwijt ben. Of niet? Ja. Dan doen we de voetjes gewoon nog een keer. Maakt niks uit. Nou, hoppa. Nog meer voetjes. Zo. Dan zit ik toch even te twijfelen. Ik had hier dus ook iets anders liggen. Waarvan ik dacht, volgens mij moest dat groen. Maar misschien laat dat nu ook wel los als ik dat alsnog uitstans. Maar die moet ik even zien te vinden. Ik zal even dat laatste uitstansen en dan kunnen we hem zo in elkaar gaan zetten. Zo, ik heb nu alles uitgestanst. Ik ga het voorbeeldje er wel even bij houden natuurlijk. Want anders dan wordt het best wel lastig. Ik zie wel dat ik een heel klein foutje heb gemaakt. Maar op zich is dat niet heel erg. Want dan ga ik hem gewoon iets anders doen. Ik ga beginnen even met dit op te plakken op het kaartje. Ik heb deze nieuwe lijm. Dus ik hoop dat dat... werkt. Oh, het is ook inderdaad wit. Nou, dat is wel wat ik zocht. Want normaal gesproken werk ik ook wel zeg maar met dubbelzijdig tape. Maar ik weet gewoon dat dat bij dit soort dingen niet zo heel erg lekker gaat pakken. Dus die plak ik dan hier zo op het kaartje. Als achtergrondje. Even goed aandrukken. Nou, dan ga ik beginnen met deze. Die plak ik dan hier zo. Hij pakt wel gelijk heel erg veel. Dat is wel een nadeeltje. Ik vind het wel een hele fijne lijn, moet ik zeggen. Dus die plak ik dan hier zo. En dan gaat deze dan overheen. Maar ik vind het wel een beetje lastig. Dus ik moet hier gewoon echt heel dun de randjes pakken. Want anders heb je gewoon veel te veel. En je wilt natuurlijk niet dat je lijm overal heen gaat. Maar het uitstansen is best nog even een uitdaging, moet ik zeggen. Zo. Die gaat dan zo hierop. Ik hoop dat die blijft zitten. Loopt hier weer een kat. Doe het even weg. Hun hebben hem net hier anders omgedaan. Hun hebben zeg maar die witte lijn erop uitgestanst. En dat was natuurlijk ook wel mooier geweest. Hun hebben hem net iets beter gedaan. Maar ja, ik doe hem nu maar zo. Dat maakt ook niet heel veel uit. Dan heb ik een groene pijl. Want ja, ik had dus niet zo'n leuk kleurtje voor de pijl. Zo. Hij zal echt niet helemaal worden zoals die ja, anders is. Ik zie ook dat de lijm er niet echt lekker uit wil. Oh. Ik had het beter iets in een bakje kunnen doen. En dan ja, eigenlijk... Nou ja,
echt niet blijft zitten, kan het altijd nog even met een plakbandje vastgemaakt worden als hij echt niet plakt. Maar nee, deze wil niet. Zo. Kleine details zijn moeilijk te plakken. Ik heb wel een kerstboompje, maar ik heb dus niet de strik die hun er heel leuk bij hebben. Want die kreeg ik niet voor elkaar. Dus ik doe maar even een gewoon kerstboompje. Is ook prima. Ik ga het gewoon even met dubbelzijdig plakband doen, want het lukt gewoon niet. Het zijn zulke verschrikkelijke kleine onderdeeltjes die je gewoon bijna niet kunt plakken, zeg maar. Dus dan moet ik het even zelf een beetje... De lijm is echt wel heel fijn hoor, maar ik merk gewoon... Dat het gewoon niet helemaal wil zoals ik het wil. Dus ik ga even het dopje erop draaien. Nou, dan zie ik ook dat ik een verkeerd deurtje heb gemaakt. Zo, want hun hebben dus hier heel leuk een deurtje gemaakt. Maar die heb ik dus per ongeluk blauw gemaakt. Dat was dus niet helemaal de opzet. Maar ja, daar doe ik ook even niet zo heel veel aan. Die had dus eigenlijk een ander kleurtje gemoeten. Want nu heb je dus precies hetzelfde deurtje. En dat is natuurlijk niet zo heel gezellig. Dan heb ik hier luikjes. Ook hun hebben die een iets ander kleurtje gegeven. En ook dat... Is niet heel erg hoor, maar ja, dan doe ik het nog verkeerd om ook. Gosh. Zo, leukjes. Het zijn zoveel kleine mini details die echt wel heel erg lastig zijn hoor. Zo, dan hebben we hier de mini. Mini pijltje. En ik weet het jongens, het ziet er nu niet uit met dat plakband, maar ik krijg het gewoon even niet op een andere manier zoals ik het wil. Omdat dat lijm een beetje me tegenvalt. En ik nu gewoon even roei met de riemen die ik wel heb. Zo. Dat is die. Ja, deze wordt een beetje pittig. Dan heb ik hier nu deze. En er moet dus een heel klein pinguïnhoofdje op. Ja. Ik weet niet hoe ze... Oh ja, zo doen ze dat. Dan vouw je die iets open. Net als deze. En dan druk je zeg maar het hoofdje van het pinguïnetje. Druk je er zo tussen. Ja. Dat gaat natuurlijk wel. Ik zag trouwens wel aan de achterkant kun je het dus nu heel makkelijk losdrukken. Want er zitten dus gewoon gaatjes in. Dat is die pinguïn. En die pingwing, die krijgt een kerstmutsje op. Dus dan heeft hij eerst dit randje zo. En daar komt dan
deze op. En dan moet daar nog eigenlijk een heel klein stipeltje op. En die had ik hier wel liggen, maar volgens mij is die een beetje zoek geraakt, zo te zien. Nou, misschien komen we die zo nog tegen, want het is echt een heel klein stipje was dat. Er moet dus eigenlijk nog een groen stippeltje op. En uiteraard een snaveltje. Met lijnworst natuurlijk beter, dat weet ik. Maar het valt niet mee. Kijk, nu laat deze weer leuk los. Dat allemaal een beetje los, mensen. Het is allemaal niet fantastisch, zeg maar. En de snaveltje is ook veel te groot, maar ik heb geen andere snaveltjes. Want ik vind het een beetje een ellendig iets aan het worden. Het wordt in ieder geval niet zoals ik me had voorgesteld. Voetjes. Ook zo'n drama, van die kleine voetjes. Nou, het idee is hartstikke leuk, hoor, maar het is allemaal zo pieterpeuterig klein. En als je het dan ook nog eens niet aan elkaar gelijmd krijgt, dan... Ja, ik ben ook helemaal niet blij hoor met dat plakband nu, maar ja... Ik kan er niet zo heel veel anders van maken. Weer voor de volgende keer. Beter. Of met een kwastje lijmen. Oké, dan hebben we deze pinguïn. En hier moet een... Ja, dit past dan weer precies. Dit past precies. Nog verkeerd om, zie ik. Daar moet ook weer zo'n klein flubbel snaveltje op die veel te groot is. Misschien had ik ze bij moeten knippen, die snaveltjes. Dat zou kunnen. Het is natuurlijk eigenlijk wel veel te groot. Pootjes. Zal ik eerst even deze doen. Hij heeft een briefje vast. Doe ik het briefje van deze kant. Ik heb hem verkeerd opgeplakt. Dit idee is wel echt super leuk en het werkt ook wel. Maar je moet wel echt heel goed kijken en focussen. Want het is best pittig, zeg maar. Zo. En ik weet het, het is gewoon mooier met, ja. Met lijm. Maar ja, het lijmt niet echt. Het wil niet zoals ik het wil hebben. Kijk hoor, volgens mij zijn we er dan bijna. Ik kan alleen dat ronde punt dingetje niet meer vinden van zijn mutsje.
Daar moet eigenlijk nog een rond dingetje op. Hier moet nog een laagje sneeuw op. Ik had nog een laagje sneeuw, maar die kan ik inmiddels ook al niet meer vinden. Dus dat gaat echt, ja, fantastisch. Nee, kan ik niet meer vinden. Ja, dan doen we het er maar mee. Oké, de eindconclusie van het kaartje. Hoe die uiteindelijk is geworden. Uiteindelijk ziet hij er zo uit. Het ziet er niet heel mooi uit, omdat ik met plakband ben gaan werken. Want ik kreeg hem dus niet zo makkelijk gelijmd, omdat er heel veel kleine stukjes bij zitten. Dus dat ziet er niet op het allermooiste uit. Ik zie ook hier dat de pootjes een beetje verschoven zijn. Als je dan kijkt naar het originele setje, dan zie je inderdaad ook echt wel verschil. Maar hun hebben het keurig netjes opgeplakt. Hun hebben hier bijvoorbeeld dit wat ingekleurd. Dus dat ziet er iets anders uit. Wat zou ik anders doen de volgende keer? Nou, je ziet ook dat er een paar dingen ontbreken. De snaveltjes die zijn niet helemaal goed gelukt. Die zou ik liever de volgende keer inkleuren. Hier zit bijvoorbeeld niet het stukje sneeuw op. Die had ik wel uitgedrukt, maar die was ik op een gegeven moment weer kwijt. Dus er ontbreken echt nog wel wat details. Dus ik zou het de volgende keer anders doen. En dan ook zou ik bijvoorbeeld... dubbelzijdig tape vond ik ook niet heel handig, want dat is heel dik. Toch liever een lijmstick pakken, denk ik. En hier ontbreken wat details, want in het origineel zitten wat balletjes en een strik, dus die heb ik er niet op zitten. Deze is ook niet bedoeld om op te sturen, laat ik dat voor opstellen hoor. Dus ik ga deze ook niet versturen, dus wees niet bang dat iemand nu een heel lelijk kaartje krijgt, want het was gewoon even om te proberen. Maar het werkt wel echt, alleen ja, dat plakken vind ik gewoon een dingetje. Dus het kleine plakken lukt niet, maar als ik er zo naar kijk, denk ik nou, het is op zich wel een beetje geworden wat het was op de kleine details na. Ik hoop in ieder geval dat je een idee hebt gekregen hoe je dus een leuk kaartje kunt maken met deze cutting dies. Zeker voor herhaling vatbaar, alleen dan ga ik het gewoon iets anders aanpakken. Maar het idee daarachter is wel gewoon super leuk. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daar staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doei!